AML staat voor anti-money laundering, ofwel het tegengaan van witwassen. En terrorismefinanciering, het bestrijden daarvan, staat daarbij ook centraal. Ik sta hier vanavond ook vanwege een heugelijk moment. Wij gaan vanavond officieel de Suriname Compliance Professionals Association aan u presenteren. Deze association zal een platform bieden aan alle compliance professionals binnen Suriname om bij elkaar te komen en om van gedachten te wisselen over internationale trends, nationale ontwikkelingen en om een uniforme compliance beleid in Suriname te garanderen. Regelen zal de kick-off vanavond gezonden en is het ook te zien via Facebook en YouTube van GovTV. Ik zal nu even het programma met u doornemen. We beginnen vanavond met een welkomstwoord van de directeur van Taptoe Group, mevrouw Brigitte Wangtamsoen. Daarna zal de minister van Justitie en Politie, de heer Kenneth Amoksi, zijn toespraak houden, waarbij hij zal stilstaan bij de gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om compliance. Vervolgens hebben we een toespraak van de Deputy Chief of Mission van de Amerikaanse ambassade, de heer Michael Keyes. Daarna zal mevrouw Jennifer van Dijk Silos een status-update geven met betrekking tot de NRA. De Nederlandse partner van Taptoe Group, de heer Harm Groot-Krommerling, die kan hier vanavond helaas niet bij zijn. Maar we zullen wel naar een filmpje van hem kijken, waarin hij zal praten over de optimalisatie van compliance-processen middels remote-oplossingen. Tot slot zal de heer Winston Wilson, de strategische partner van Taptoe, spreken over compliance binnen de mining industries. Uiteindelijk zullen wij u ook de associatie presenteren. Dames en heren, ik wens u een inzichtelijke en informatieve avond toe. Goedenavond. Goedenavond allemaal. We wachten even op de projectie van het volkslied, want we willen samen met jullie ons volkslied zingen. Ik wil vragen aan ieder om alvast erbij te gaan staan.
Ik wil op dit moment de heer Breveld vragen om samen met ons het volkslied te zingen. Ja. Ben je ready? Gaan we nu starten? Volkslied. Zij met ons Suriname, hij verhef ons hele land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden in gedachten, recht en waar. De Nationale Compliance Conferentie. Genodigden, Zijne Excellentie, dames en heren, kijkers, welkom bij de Nationale Compliance Conferentie 2020. We zijn zeer vereerd als Step to Group om deze conferentie te organiseren. Wie is Step to Group? Step to Group staat voor Two are better than one. We geloven in samenwerken, we geloven in synergie. We geloven in krachten, talenten, deskundigheid, kennis, levenservaring die elk een aan tafel brengt. In het samenwerken geloven wij dat we grotere stappen kunnen maken dan we in ons eentje zouden kunnen zetten. Zelfs onze opdrachtgevers zien wij als partners. Namens Step to Group wens ik u een heel, hoe zal ik zeggen, leerrijke conferentie toe. De Nationale Compliance Conferentie bestaat uit verschillende onderdelen. Zo hebben we de kick-off, welke vanavond is. En daarbij hebben we diverse sprekers. De opening speech zal verzorgd worden door de minister van Justitie en Politie, de heer Kenneth Amoxie. Welkom. Daarna hebben we een vertegenwoordiger vanuit de Amerikaanse ambassade. Dat is de heer Michael Keyes. Welkom. Aansluitend hebben we de voorzitter van het projectmanagementteam van de Natural Risk Assessment, mevrouw Van Dijk Silos. Welkom. Aansluitend zal een partner van Tap to Group, dat is de heer Harm Groot-Kormeling, wegens afwezigheid niet in Suriname, jammer genoeg, maar hij heeft een filmpje ingesproken, dus hij is toch enigszins aanwezig. Die zal ook een spreekbeurt hebben. Aansluitend hebben we de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, dat is Evelyn Franchi. Welkom. En dan zal de partner, de strategic partner van Tap to Group, dat is de heer Vincent Wilson, die zal ook een inleiding verzorgen. Belangrijk is des te meer dat we vanavond ook de launch hebben van de Suriname Compliance Professional Association.
de heer Romario Mamatou en mevrouw Astrita Agaibersing. Die zullen het voorrecht hebben om u te vertellen wat deze associatie inhoudt en waarom deze associatie er is in Suriname. Ik zei het al, two are better than one. Tap to group, daar staan wij voor. We zijn in principe vorige maand, waren we 10 jaar in Suriname. Dus we zijn al 10 jaar in Suriname. De afgelopen 2 jaar hebben we ons voornamelijk gericht op het eigenlijk ontwikkelen van compliance diensten. Welke we wilden verlenen aan zowel de niet-financiële dienstverleners als de financiële dienstverleners. Het is een heel leerrijke, avontuurlijke gang geweest in deze afgelopen 2 jaar om eigenlijk compliance op de agenda te krijgen bij de niet-financiële dienstverleners. En als ik praat over de niet-financiële dienstverleners, dan praat ik echt over de makelaars, de autohandelaren, de notarissen, de advocaatkantoren, administratiekantoren en nog meer. Waar, ik zei het reeds avontuurlijk, omdat het in de eerste plaats was praten, omdat je tegen een heleboel, weerstand aan stuiten. Nochtans zijn we zeer verheugd dat wij een grote groep makelaars, dus vanuit de makelaardij, compliance proof hebben kunnen maken in de basis. Dat betekent dat zij van ons in de eerste instantie een compliance audit kregen in hun bedrijf. Wat vergroten. We praten ook echt over eenpitters, hoor. Van een eenpitter tot de wat grotere bedrijven. Ze kregen van ons een compliance audit. Daaruit rolde een rapport voort. En van tevoren zeiden we van schrik niet. Want we geloven dat in principe haast 95% gewoon rood zou zijn in het rapport. Maar dat zou ons gewoon de handvatten geven om de eisen en richtlijnen vanuit de MOTWIT, wet en regelgeving, te implementeren in de bedrijven. De wet melding ongebruikelijke transacties en de wet identificatie dienstverleners. En hetgeen wat zij zouden moeten doen in hun bedrijfsvoering. En nochtans, het was schrikken. Het was drama op bepaalde momenten. Maar desalniettemin vind ik het een enorme compliment waard dat juist deze groep heeft gewaagd en heeft gepoogd om stappen te nemen om zich een compliance proof in te richten. Neem niet weg dat ook de National Risk Assessment, welke aanstonds was, in principe eigenlijk een stok achter de deur was. Dat deze groep zich bereid achtte om deze stappen te maken. Want we hielden hun voor, wees bewust van de sanctioneringen welke er zouden zijn. En een van de grote was dat er per overtreding maximaal een boete was van 1 miljoen SRD. Misschien in deze tijd wat minder voor sommige bedrijven, sommige personen. Maar in die tijd was het een dusdanige stok. Waarvoor men toch wel enigszins angstig was. We hebben mooie stappen weten te maken. We zijn heel veel uitdagingen tegengekomen bij de niet-financiële dienstverleners. We willen zelf aangeven dat zelfs een notariskantoor heeft gewaagd om deze stap te maken. Waarvoor wij heel erg dankbaar zijn, omdat het ook een voorbeeld, een functie is, een voorbeeldrol is in de Surinaamse gemeenschap, om te laten zien, zeg van ja, wij durven. We durven ons kwetsbaar op te stellen. We durven transparant te zijn. Niet altijd even makkelijk. Maar hiermede, met de Nationale Compliance Conferentie, een van de doelen van Tap to Group is om u en daarnaast de kijkers thuis te informeren wat deze wet en regelgeving nou eigenlijk inhoudt. Onbekend maakt onbemind. Deze conferentie bestaat uit de kick-off. We hebben diverse virtuele workshops. En daar zijn diverse prominente sprekers aan bod. We hebben getracht om een zo breed mogelijke scala van een partijen te interesseren. Om voor ons de workshops te verzorgen. Eén daarvan is de heer Winston Ramotarsing.
vanuit de VES die op vrijdagochtend 8:30 workshop nummer 5 zal verzorgen over compliance readiness. Daarnaast de heer Jim Boussaid, die morgen al van start gaat met zijn workshop en een heel spannende titel heeft. En dat is het spanningsveld tussen commercie en compliance. Omdat toch wel een van de argumenten wat wij steeds te horen krijgen op het moment dat we over compliance praten bij de commerciële bedrijven van molas business. Maar het gaat erom van hoe ga je te werk? Hoe breng je commercie en compliance bij elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je on the long run, op lange termijn, toch nog aanwezig bent in Suriname en toch nog in staat bent om zaken te doen? Dat is compliance werken. Ik heb nog heel veel meer te zeggen. Ik geloof dat ik de helft niet gezegd heb van wat hier is neergepend. Maar ik ben heel dankbaar voor het breed draagvlak welke we hebben vanuit een Suriname. We hebben vanuit de publieke en private sector hebben diverse vertegenwoordigingen in de zaal aanwezig. In de eerste plaats, ik zei het reeds, de heer Kenneth Amoksi als minister van Justitie en Politie, die de regering ook vertegenwoordigt, maar die eveneens de voorzitter is van een steeringgroep. Daar zijn we enorm blij mee, van de medewerking die we tot dusver gehad hebben. Ik wil ook de dank uitspreken richting het kabinet, die ervoor gezorgd heeft dat wij vandaag en vrijdag tijdens het Nationaal Compliance Debat, dat wij live te volgen zijn. Daarnaast wil ik een dank zeggen aan de vertegenwoordiging vanuit het Surinaams bedrijfsleven. Nee, ik zeg het verkeerd. Surinaams Vereniging van... Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Die is ook hier vertegenwoordigd. De Surinaamse Bankiersvereniging. En daarnaast nog diverse bedrijven die vertegenwoordigd zijn. Ik wil u nogmaals dank zeggen en een leerrijke conferentie toegewenst. Ik mag tegelijkertijd de heer Kenneth Amoksi verwelkomen met zijn opening speech. En die zal het hebben dat compliance eigenlijk een gezamenlijke effort is van ons allemaal, van iedere stakeholder in Suriname. Goedemiddag samen. Ik zou net de opmerking maken dat bepaalde mensen bij het lezen juist hun bril op moeten zetten. Ik moet van mij afzetten. Het is een. Ik vind het bijzonder om vanmiddag hier deze conferentie te openen. Mijn kennismaking met dit gebied, met name anti-money laundering, was in 2000, het jaar 2000. Ik was namelijk als agent van politie geselecteerd om een training te volgen op Curaçao. Dat heb ik gedaan. Verder was ik betrokken bij de oprichting van de MOT. En ik ben een paar jaren lid geweest van de anti-ministeriële commissie anti-money laundering. Laat me groeten leden van het Korps Diplomatiek, DCM Michael Kees, counselor Jean-Pierre, ik weet niet als hij aanwezig is, mevrouw Van Dijk Silos, projectleider RNRA, mevrouw Rassam, vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Ik zie bekende gezichten. De directeur Gaming Board zie ik. Dames en heren, directeuren van bankinstellingen. Genodigden, dames en heren van de pers. Tapto Groep, directie en management. Winston Churchill zei eens,
All I want is compliance with my wishes after reasonable discussions. Dames en heren, anti-money laundering / counter-terrorism financing, IML, CFT, wet en regelgeving is wereldwijd in meer dan 200 landen en jurisdicties niet meer weg te denken. Suriname is daar ook één van. Compliance heeft internationaal als ook nationaal steeds meer aandacht gekregen. En terecht ook. De financiële systemen van vele landen fungeren immers, gelet op het wereldwijde kader van juridische overeenkomsten, middels formele en informele instellingen als facilitator van stromen van financieel kapitaal voor onder andere investeringen en handelsfinancieringen. Om te voorkomen dat deze kapitaalstromen door malafide individuen of entiteiten worden misbruikt, zijn er door de Financial Action Task Force, FATF, welke dient als AML-CFT waakhond, internationale standaarden vastgesteld, welke beogen de illegale activiteiten en de gevolgen hiervan voor maatschappijen te beperken. Op internationaal niveau dienen de standaarden en de beoordeling van de mate van compliance van een land ervoor zorg te dragen dat risico's worden gemitigeerd. Dit kan het best geschieden door zowel bedreigingen als kwetsbaarheden vast te leggen en tot uiting te brengen middels een nationale risicoanalyse, oftewel National Risk Assessment. Dan kijk ik in de richting van mevrouw Van de Exilos. Wereldwijd heeft de FATF zijn gezag kunnen vestigen door het doen instellen van 9 FATF-style regional bodies, de zogenaamde FRRB's. En Suriname als Caribisch land is lid van de Caribbean Financial Action Task Force, CFTF. Zowel de overige lidlanden, zoals de overige lidlanden, dient ook Suriname zich te houden aan de universele standaarden vastgelegd door de FTF, welke zijn vastgelegd in 40 aanbevelingen, bekend als de FATF Recommendations. Suriname heeft zich net als de overige lidlanden gecommitteerd aan deze universele standaarden en zal dus op nationaal niveau de nodige hervormingen moeten doen plaatsvinden om zodoende een hoge mate van compliance te waarborgen. Binnen deze hervormingen spelen diverse aspecten, waaronder versterking van het binnenlands bestuur en een betere coördinatie van de inspanningen tussen landen, regelgevende instanties en particuliere actoren ter bestrijding van money laundering en terrorism financing. Dames en heren, het voorgenoemde benadrukt het belang van compliance, wet en regelgeving voor onder meer een goed functionerend financieel stelsel. Dit betekent dat compliance niet alleen zaak is van beleidsmakers, maar ook van de actoren die in de dagelijkse werkzaamheden belast zijn met diverse taken, waarbij zij mogelijk risico's kunnen helpen identificeren. In deze valt te denken aan de actoren in de financiële als de niet-financiële sector, die dus een niet weg te denken functie vervullen, namelijk de poortwachtersfunctie. De financiële risicoanalyse van de CFTF heeft twee aspecten, te weten: 1. Technische compliance, met name wetten, richtlijnen en directieven aan financiële instellingen. Deze moeten uitvoerbaar zijn met een sterke arm. 2. Effectiveness assessment. In deze fase
moet aangetoond worden welke acties ondernomen zijn om positieve resultaten te hebben. Hieronder vallen risicoverlagend beleid, internationale samenwerking, toezicht, maatregelen ter voorkoming van excessen, vervolginstanties, berechten van gevallen en andere strafrechtelijke acties. Binnen de Surinaamse wet en regelgeving, namelijk de wet ongebruikelijke transacties en de wet identificatieplicht dienstverleners, zijn de meldplichtige entiteiten die de poortwachtersfunctie vervullen nadrukkelijk vermeld. Elke entiteit die verplicht is om de regels binnen deze wetten na te leven, wordt geconfronteerd met enkele veelgestelde vragen en heeft antwoorden nodig voor deze vragen. Met name de vraagstelling waarom het belangrijk is dat voldaan wordt aan de AML-CFT-wet en regelgeving. Daarop voorbedurend het vraagstuk van hoe op de beste manier invulling te geven aan deze verplichting. Het is daarom van eminent belang dat er gediscussieerd wordt over dit vraagstuk en dat er gezocht wordt naar manieren om de compliance bewustzijn onder deze entiteiten, maar breder nog onder de diverse lagen binnen de maatschappij te vergroten. Naleving van deze wet en regelgeving is van groot belang en benadrukt des te meer de noodzaak dat de diverse entiteiten vertrouwd raken met het geheel van vraagstukken rondom AML-CFT-wet en regelgeving. Het naleven hiervan zal zorgen voor een goed functionerend financieel stelsel en daar heeft een ieder baat bij. Geen land wil geconfronteerd worden met een mogelijke blacklisting. Suriname zeker ook niet. Dit heeft immers verstrekkende gevolgen op financieel zowel maatschappelijk vlak. Als minister verantwoordelijk voor de handhaving van de COVID-19 maatregelen ontkom ik er niet aan om wat hierover te zeggen. En dat is dat terwijl de wereld wordt geteisterd door deze pandemie met ongekende sociale en economische gevolgen, over de hele wereld corruptie een bedreiging blijft vormen voor economische groei, duurzame ontwikkeling en het vertrouwen tussen overheden en burgers. En hiervoor kunnen we dicht bij huis blijven. De regering Santokki-Brunswijk heeft zich gecommitteerd om een halt toe te roepen aan witwassen als onderdeel van de bestrijding van corruptie. Wereldwijd heeft de COVID-19-pandemie, los van de maatschappelijke gevolgen, ook grote invloeden gehad binnen financiële stelsels van landen. Als landgenoten voelen wij ook de schokken van deze invloeden. Des te meer reden om te trachten het financieel stelsel middels het vergroten van de mate van compliance en het compliance-bewustzijn te stimuleren. Zoveel mogelijk te beschermen van malafide entiteiten. Want ook zij schromen niet om de COVID-19-pandemie uit te buiten en hiaten te zoeken in financiële stelsels met het oogmerk daar misbruik van te maken. Ook de technologische innovaties zijn niet weg te denken binnen het geheel van compliance. Compliance professionals moeten zich bewust zijn van de opkomende compliance technologieën die mogelijk kunnen worden toegepast binnen de diverse sectoren. Nalevingsprogramma's moeten de potentiële risico's en beloningen van nieuwe en opkomende technologieën analyseren om bedrijven op de juiste manier te begeleiden bij het nemen van ethische beslissingen. Door de onvermijdelijke technologische verschuivingen in de financiële infrastructuren en de opkomst van online betalingen is het risico meervoudig toegenomen. Het ontwikkelen en opzetten van een effectief
AML nalevingsprogramma is een vereiste voor instellingen om het witwassen van opbrengsten van misdaad en terrorisme financiering wereldwijd te bestrijden. De gevolgen van niet naleving bij het opzetten en uitvoeren van het AML nalevingsprogramma kunnen worden onderworpen aan administratieve boetes en reputatieschade voor de relevante instelling. Als land, maar bovenal als instelling die dagelijks bezig is met het bewaken van een financieel stelsel voor mogelijke AML-CFT-overtredingen, is geen makkelijke taak weggelegd. De uitdaging is vrij groot. Echter is met de toename van het aantal geregistreerde instellingen en compliance officers bij de FIU Suriname een positieve trend af te leiden. Thans zijn er bijkans 250 instellingen geregistreerd en geven zij aanzet tot het verder uitbreiden en verbeteren van het compliance regime. Immers is er reeds een eerste stap gezet tot de naleving van wet en regelgeving en de bewustwording hieromtrent. De hoop uitsprekende dat deze eerste stap zal leiden tot verhoging van het compliance-bewustzijn bij de overige instellingen en individuen, zodat wij als landgenoten gezamenlijk het compliance-niveau van Suriname tot een hogere standaard kunnen tillen. Compliance is een nationale zaak en daarvoor is de bijdrage van een ieder nodig. Met deze woorden verklaar ik deze conferentie voor geopend. Bedankt, meneer Amoksi. Afhankelijk had de ambassadeur van de Verenigde Staten, mevrouw Karen Williams, toegezegd om ook te spreken. Echter, vanwege de Amerikaanse verkiezingen is zij op dit moment uitlandig. Maar niet getreurd. Daar de Amerikaanse ambassade zeker wat te vertellen heeft tijdens de Nationale Compliance Conferentie, willen we hierbij de heer Michael Keyes uitnodigen om zijn toespraak te doen namens de Amerikaanse ambassade. Goedenavond, mijn naam is Michael Keyes. Ik ben de deputy van de ambassadeur van de Amerikaanse ambassade. Het is een waar genoegen hier met u te zijn om het belang van transparantie in handelbestrekingen met u te bespreken en de schade die corruptie hierin kan aanrichten. In nu zal ik verder gaan in het Engels. So, thanks. Minister Amoksi, Ms. Van Dyck-Silos, ladies and gentlemen, on behalf of Ambassador Karen Lynn Williams, who cannot be here with us tonight, it's my pleasure to join you for this evening's discussion. I would like to thank the TABTO group and those who worked so hard to organize this event, because the discussions you are having on the topic of fighting corruption are an important step for you all to do as you look to unleash Suriname's full economic potential. Ambassador Williams and I are heartened that Suriname is now making a priority the issues of business transparency, fighting corruption, and affording business and investors a level playing field. The actions taken now on things which may feel conceptual
will have a very, very real consequences in the not too distant future. The consequences will affect the trajectory of Suriname's development and interaction with international business and investors, and ultimately its own stability and prosperity. The people of Suriname are very fortunate to have the participants here with us now representing them. Let me respectfully note to all of us, including myself, who will be involved in business in Suriname in the years ahead, three things. One, it is in our respective roles, we are and will be expected to comply with laws and regulations that have proven that, when followed, create an environment that is friendly to business and investment and the development that flows from them. Two, we are and will be expected to expose and fight corruption, money laundering, and terror finance if and when we see those things. Let's hope this is rare, but let us resolve now to do this for our own benefit and the benefits of future generations who wish to enjoy the potential that is waiting to be unleashed in this beautiful country. Three, Suriname is at a fork in the road. Which path that you choose to proceed on will have enormous consequences for this country. If you cannot imagine that, let me suggest to you to consider the cases of Singapore in the 1960s, Poland in the 1980s and 90s, and Russia in the early 2000s. Each of those countries found themselves at a similar fork in the road. The choices that they took put them squarely where they are today. I want to quickly touch on two themes. The first is the why. Why do we fight corruption? Why does the U.S. Embassy support this effort? Why is it important for Suriname and to its people to combat corruption and ensure transparency? Then I want to touch on the how and the who. Who in society needs to be part of this effort? And how can we work together to ensure a level playing field for all investors, businesses, and entrepreneurs? It's important that we take a moment to acknowledge where we stand in Suriname when we look at the economy and the current fight against corruption. Chief among the pressing concerns is, of course, the COVID-19 pandemic and the way it is disrupting travel and trade, imposing on us all here costs of healthcare and preventative measures, and raising uncertainty of daily life around the entire globe. These things are impacting Suriname's economy without question. But as Suriname's partner and friend, we are working to find ways to support you and your government in this fight against an invisible enemy that came to you from across the Pacific Ocean, providing PPE to help open secondary schools, working to bring in needed medical supplies, and funding efforts by UNICEF and the Pan American Health Organization to combat disease. Along with the pandemic, of course, Suriname is also going through a political transition following a landmark free and open election earlier this year, an accomplishment for which Suriname was rightfully applauded. Any time of transition is a challenge, and we see that especially given the fundamental change seen in the election's outcome. So, along with the challenges of a global pandemic, you have a new government looking to stand steady on its feet and evaluate its priorities and champion the changes it believes were mandated by the voters. And among those is, of course, a vigorous effort to combat corruption and improve business and government transparency in Suriname. That brings us to the why. Why is it important to fight corruption? Why is it better to encourage transparency and ensure all businesses are treated equally, fairly, and on a level playing field? There is an inverse link between corruption and economic development. The more corruption there is, the less a society relies on the rule of law and transparency, the economic development and international investment they will see. The reason why is easy to understand. Businesses do not like unnecessary risk. Foreign and domestic business leaders will not sink their money into a country or a society where they know that they cannot compete on a level playing field. They will not do business in a country where they know their profits will be eaten up by backroom deals, shady expenses, and overinflated costs. They will not do business in a country, the banking system of which they cannot rely on. If a country is too rife with corruption, if the rule of law is too lax,
international investors will simply move on to the next market. Sure, some shadier operators will swoop in to fill the commercial vacuum, but they will only exacerbate the problem, raise costs, underdeliver, and scam profits. But honest, law-abiding investors bring with them transparent operating practices, which help spread prosperity throughout society. They bring a care for the environment, for the workers, for the future. The competition they inject into the business environment leads to better products and services at lower cost to the consumer, while at the same time instituting predictability and generating profits over the long term. And those things attract more business and investment. So it is in the interest of investors and business people and the Surinamese people to continue their efforts against corruption, to continue their call for increased business and government transparency, because the people benefit from the rule of law. That brings us to the who and how of fighting corruption. Because the people benefit from open and transparent practices, the fight against corruption must be all-inclusive. It is, of course, it has to include the government and political leaders. They must demonstrate the will to fight corruption, to expand transparency, to ensure the rule of law. Indeed, countries are now ranked ordered internationally by non-governmental organizations like Transparency International on how they deal with corruption. Look at the countries I mentioned earlier, Singapore, Poland, and Russia, and you will see how they are ranked and why. Feel free to also look at the U.S. and Suriname. As an American diplomat here in Suriname, I can say we feel very good about the current government's will to fight corruption, to expand transparency, and to uphold the rule of law. But it cannot just be the government. This fight must include many others. The media and journalists play a role in uncovering abuses and advancing the discussion. The law enforcement and judicial sectors must do their part to ensure the worst cases are prosecuted fairly, openly, and under the rule of law. Business leaders must understand and avoid the costs of the pitfall of corruption. Citizen-created watchdog groups and NGOs, what we often call civil society, must work to educate people and to develop programs to help them recognize and counter corruption when they see it. Educators must explain corruption and the value of transparency to students. And every single citizen must realize, even if they are not asked, that to participate in corruption, to allow it and permit it, will ultimately do them harm because it will harm Suriname as a whole. Let me add here that I have lived in many different countries, as other diplomats have, where corruption is accepted and culturally approved of. I do not think that it is the case here in Suriname. I believe that Surinamers, like Americans, share a desire to counter corruption and share an appreciation for fair play. I'm not saying that there is no corruption in Suriname. There is corruption in every country, including my own, the United States. What I am saying is that when a bribe is demanded, or a contract is awarded in a backroom deal, the people of Suriname know, and they believe that that is wrong. And that is an important starting point. Our peoples come from cultures that do not accept that corruption and lack of transparency are inevitable. Our peoples come from societies that want to combat corruption and create a better future for their children and their children. One example of U.S. policies countering corruption is our Foreign Corrupt Practices Act, a law that was passed in 1977, which prohibits U.S. citizens and companies from bribing foreign officials to advance the business interests under penalty of fines and imprisonment. At first glance, there would seem to be no harm to Americans if a U.S. company bribed a foreign government to win a contract or secure a market deal. It would seem the opposite, that conclusion of the deal would lead to increased profits for the American side. But recognizing the viral nature of corruption on our civic soul, the Foreign Corrupt Practices Act works to vaccinate our civil society against a distant infection.
In terms of business, it inoculates U.S. competitors against charges that might otherwise be leveled against them, and that can work to their advantage on a high-value bid, like when Lockheed Martin successfully bid to supply the next multi-role fighter aircraft to Poland back in the early 2000s. We at the U.S. Embassy are working with our Surinamese partners to support your fight against corruption. We are providing training and education to law enforcement and judicial leaders. We are supporting Suriname's entrepreneurs, knowing that entrepreneurs can be great advocates for transparent practices as they work to make their business dreams successful. We have funded Suriname's National Risk Assessment, an effort to combat money laundering and illicit flows of goods through the country. And every day, Ambassador Williams and I and our team continue to look for other ways to stand beside those in Suriname leading the call for transparency and combating corruption. Why? Because there is room to increase the trade between our two countries, to see increased American investment in Suriname, to see new business partnerships develop. This helps American business prosper and protects America from shady, illicit activities such as drug trafficking, which can flourish without sunshine from transparency. And it helps Suriname, too, when you continue to advance these shared values and let other nations know that you are a country in which all investors are treated equally. The fight against corruption is a fight worth taking on. The struggle to ensure transparency and rule of law is one that in which we must all play a part in. I think Suriname is on the right path. Like Americans, you do not believe corruption is acceptable. You do not believe some companies and organizations should be treated better at the expense of others. You believe in a fair shake and a fair deal. That is why I am confident that together we can and will see progress. Thank you for your attention. Thank you. Mevrouw van Dijk Silos, we hebben eigenlijk zien we uit naar hetgeen wat u ons mede te delen hebt. De aanzien van de status van de National Risk Assessment. Waar zijn we? Hoe lang nog? En hoe staan we ervoor als land? Succes met uw speech. Dank u wel, minister. Goedemiddag. Vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade. De voorzitter van de banken, vertegenwoordigers van het OM, de Gaming Board. Dames en heren, goedemiddag. Het is net geen avond. Ik heb dezelfde afwijking van de minister. Ik was erg blij dat de TAPTE groep aan het projectmanagement team NRA gedacht heeft en ons uitgenodigd heeft om een beetje te vertellen, globaal, waar we staan, waar we zijn. Ik doe het heel graag, omdat we binnen niet al te lange tijd ons rapport zullen aanbieden aan de regering, de Steering Council. En het lijkt me goed dat ik u vertel waar we staan, wat hebben we gedaan, welke methodologie hebben we toegepast en hoe is het allemaal gegaan. We zijn in mei 2019 geïnstalleerd, 23 mei 2019. En toen hadden we 11 maanden. En al gauw zag ik bij iemand van Challengers, hè, want ik had ook nog de verkiezingen. En ze moesten me wel een aantal keren vragen, want ik wist dat de verkiezingen heel veel zou opslokken, maar ik pak elke challenge aan. En ik zei, het moet, als we binnen 11 maanden klaar moeten zijn, want Suriname was natuurlijk alweer te laat, dan gaan we dat proberen. Maar vanwege de verkiezingen konden we uitstel krijgen.
En dat uitstel hebben we toen gekregen van de mutual evaluation naar maart 21, waardoor een aantal deadlines opschoven. Hoe hebben we het aangepakt? Wat was onze methodologie? In de eerste plaats moet u beseffen dat de National Risk Assessment gebaseerd is op artikel recommendation 1 van de FATF. We moeten in onze analyse in alle sectoren, het is een opdracht aan de overheid in alle sectoren, moet een risk-based approach hebben. Het zal dan niet meer zijn dat u alleen maar kijkt of u compliance bent naar regeltjes. U gaat moeten nagaan en alle sectoren moeten hun eigen assessment doen om na te gaan hoeveel risico's ze hebben. Wat is een risico? Dat is ook een vraag. Wat is een risico? Dan moet dat betekenen dat elke sector, ook de publieke sector, gaat moeten kijken naar de dreigingen, de criminele daden, de criminaliteit die invloed heeft op je sector en waar je kwetsbaar bent, waar je vulnerable bent en of je voldoende kan afweren. Als je dat niet voldoende kan afweren, ben je kwetsbaar. Dan is je risico hoog. En betekent dus dat je moet kijken naar dreigingen, moet kijken naar kwetsbaarheden. Het gevolg van dreiging en kwetsbaarheid is risico. En dat risico moet je meten. En dat risico zijn we nu bezig te meten. Zover zijn wij al. Met een risk-analyst van Spanje. Hoe welke methode hebben we toegepast? We hebben toegepast een lijfspreuk van de FATF. Know your risk. Acknowledge your risk. Accept your risk. En mitigate your risk. Dit zijn vier basisprincipes waaraan ze ons gaan toetsen, de assessors als ze komen, of we onze RITS hebben genoten, kennen onze RITS, als we erkennen dat we risico's hebben, als we onze risico's hebben geaccepteerd, want de filosofie is pas als je het accepteert, kan je risico gaan mitigeren. En geloof me, we zijn sectoren tegengekomen, die zeiden, ze hebben geen last van geen enkel risk. Wat hebben we verder gedaan? Geen enkele dreiging dan. We hebben, u lacht te zwaar hoor, we hebben geen last van dreigingen, zeggen sommige sectoren. We hebben conform de FATF guidelines hebben we een methode opgezet. We hebben een kwantitatief onderzoek gedaan en we hebben een kwalitatief onderzoek gedaan. De sectoren die meegedaan hebben, weten dat er plotseling focal points benoemd moesten worden en die moesten questionnaires beantwoord zien te krijgen binnen hun bedrijf. En ze weten ook dat we met werkgroepen gewerkt hebben om het resultaat van de questionnaires te analyseren. Dat is een kwalitatief onderzoek. We hebben dus gewerkt met de sectoren zelf. De sectoren zelf hebben hun eigen assessment gedaan. Ik ga voor u straks opzommen of ik kan het nu al doen. We hebben gewerkt met de financiële sector. Dat zijn de bankinstellingen, de verzekeringsmaatschappijen, de trust- en pensioenfondsen, de cambio's, de geldwisselkantoren, verzendkantoren, sorry. En de spaar- en kredietoperaties. We hebben gewerkt met de publieke sector, met de toezichthouders, FIU, Centrale Bank Gaming Board, met de politie, met de divanen, met de deviesencommissie, met het OM, met DNV, Belastingdienst, met het ministerie van HI. En op verzoek van VSB en KKF hebben we ze toen erbij gedaan, maar helaas hebben ze niet kunnen participeren. We hebben natuurlijk ook gewerkt met de Designated Non-Financial Business and Professions, de DNFBP's. De juwelierszaak hebben geprobeerd te bereiken. Niet gelukt. Eén juwelierszaak heeft maar gerespondeerd. De goudhandelaren, dat ging vrij goed. De goudproducenten. De multinationals gingen vrij goed.
de middengrote. De kleine grootproducenten zijn niet geregistreerd, waardoor we de groep niet konden bereiken. Dus die zijn buiten deze assessment gebleven. De tweedehandse autohandelaren zijn ook designated, zijn ook DNFBP'ers. Die hebben eigenlijk geweigerd mee te doen. Ik heb ze nog apart gehad om one-on-one een gesprek met ze te hebben. Ze hebben niet meegedaan, ze hebben niet gerespondeerd. Ze zijn niet in de werkgroepen gekomen. De casino's, die waren echt on board en heel enthousiast op een gegeven moment. En dan heb je natuurlijk de professions. De advocaten, de makelaars, de notarissen, de accountants. We hebben met bijkans 400 respondenten en werkgroepsleden bronnen. Alle mensen bij elkaar is ongeveer dat aantal. We hebben service ontwikkeld voor dreigingen en kwetsbaarheden. We hebben geïnventariseerd en getoetst aan de bestaande wetgeving, aan de FATF-aanbevelingen. We hebben de technical compliance ook achter de rug. De effectiveness-analyse is nu net achter de rug. En we zijn nu gestart met de risico-analyse. Wat hebben we gemerkt in dit traject? In dit traject hebben we gemerkt dat de belangrijkste dreigingen, we hebben van de OAS-IDB de instructie gehad om 10 dreigingen te onderzoeken. Te toetsen. Hoe hoog hun rate is, hoe hoog hun risico is. En 4 hele belangrijke, die echt high, high, top high, super high, ik weet het niet, voorbij high. Het is onvoorstelbaar. Is corruptie. Corruptie is heel breed, ook tot in die private sector. Komt zelf uit de werkgroepen, mensen van de private sector. Jullie hebben jullie assessment zelf gedaan. Illegale goudhandel is onvoorstelbaar. Er zijn grootproducenten die illegaal zijn. Drugs. Belastingontduiking is zowat breed. Binnen 100% van dit volk volgens mij betaalt niet voldoende belasting. Maar dat is natuurlijk weer de vulnerability van onze belastingdienst. Dat hebben we ook gezien. Ik bedoel, niemand wil belasting betalen. En als die belastingdienst zwak is, ga je niet betalen. Zo simpel ligt het. Dus die belastingdienst moet versterkt worden. Maar het wordt toch gezien als een dreiging, omdat je bewust ontduikers hebt. En wat is de bron? Waarom worden ze gezien als dreigingen? Waarvoor? Dreigingen voor money laundering. En dreigingen voor eventueel terrorisme financing. Het is erg groot, de threat-analyse, zoals we het noemen, geeft wel aan dat er ontzettend veel werk aan de winkel is voor de regering. Omdat vooral op deze 4 gebieden, vanwege het feit dat ze high-risk zijn, zullen er ook recommended actions worden geformuleerd. Daarmee zijn we nu bezig om met de hoogste prioriteit om het aan te pakken. Middels wetgeving, middels beleid, middels allerlei instrumenten. Het is van groot belang dat Suriname haar risico's gaat mitigeren. Uit de diverse sectoren is gebleken dat uit de analyses van de diverse sectoren, laat me het zo uitdrukken, is gebleken dat geen enkel sector compleet compliance is. En daarbij valt het op dat de banken het best eruit komen. En ze komen waarschijnlijk, zeg ik, waarschijnlijk, dit is voorlopig, niet hoger dan medium priority. En dat geeft wel aan hoe het verder is gesteld met de DNFBP'ers. Hoe het verder is gesteld met de andere sectoren. De public sector, daar gaat ook veel aangesleuteld moeten worden, omdat het hele land afhankelijk is van een public sector. En daar zie je ook dat de FATF aanbevelingen ontwikkeld heeft, die heel precies aangeven, zelfs
op welke wijze misdaden gestraft moeten worden. In een van de aanbevelingen wordt zelf gezegd dat de straf afschrikwekkend moet zijn. Dus als je bedenkt met onze 3 jaren met 6 maanden aftrek en 3 jaren aftrek of zo, dan voel je al aan dat er gekeken zal moeten worden naar de wetgeving. Dat is een van de dingen die uit de technical compliance naar voren komt. We hebben onze technical compliance al achter de rug. Er zijn ontzettend veel gaps. Ze zijn allemaal nu gelist. En er worden op dit moment ook recommended actions geformuleerd. Wat erg belangrijk voor ons is, op die 2 sectoren na die niet mee hebben willen doen, heeft iedereen die we benaderd hebben heel actief meegedaan. En hun focal points benoemd, en hun werkgroepsleden benoemd, en meegedaan met hun assessment. En eerlijk gezegd, als we kijken naar de resultaten van de assessment in de werkgroepen, zijn ze vrij eerlijk geweest. Maar hoe komt het dat ze eerlijk konden zijn? Niemand weet wie, welke bank of welke cambio een dergelijk antwoord heeft gegeven. Want wat was de situatie? De focal points, die moesten questionnaires beantwoord zien te krijgen binnen hun subsector. En die antwoorden werden door de werkgroepen van de sector geanalyseerd, geëvalueerd, geassessed. En niemand wist van wie de antwoorden kwamen. We hebben alles anoniem gehouden, zo die naam is klein. Je moet je echt niet proberen om te kunnen identificeren. En natuurlijk, de persoon in de werkgroepen die herkent zijn bankantwoorden wel, maar die houdt lekker zijn mond. En doet mee met de assessment met gevallen dat je hele vrij eerlijke antwoorden hebt gehad. Geldverzendkantoren hebben gewoon aangegeven dat zij vinden dat door het ontbreken van een prudent toezicht op AML en TF, dat zij het gevoel hebben dat zij de grootste witwasser zijn. Omdat ze zien waar dat geld naartoe gaat. En dan is er daarop geen wetgeving, bijvoorbeeld. Dus ze geven ook gelijk aan waar die zwaktes zijn. Waar de vulnerability is. En dat hebben we allemaal gevalideerd. Hebben we allemaal in een webportaal. Alles is inderdaad virtueel. En van daaruit zijn we gaan analyseren. En hebben we de effectiveness analyse zijn we dan begonnen. Ik ben heel erg trots om te zeggen. En echt waar, ik ben heel, heel trots. Niet zozeer op mezelf. Maar eigenlijk op de mensen die bereid waren om voor een habbekrats dit zeer deskundig werk te doen. En ook mezelf. Ik heb echt ook niet veel verdiend. In die gedeelte moet ik nog betaald worden, maar goed. Belangrijk is dat we zien dat er Surinamers zijn, deskundige wetenschappers, anti-money laundering associates, die minderwaardig werden aangekeken. Maar goed, laat me dat soort pijnlijke dingen even laten. Maar die bewezen hebben dat we in staat zijn om met die experts van het buitenland te competen en te sparren. Het is dus niet eenvoudig gegaan. Want zij zitten, en dat is mijn kritiek op de begeleiding die ik heb gehad, is dat ze komen met een recept die ze op alle landen toepassen. Terwijl de FATF zegt, pas de methode aan je land aan. En dat is waarin ze me getraind hebben. Ze hebben ze heel vaak eraan moeten houden. Dit is Suriname, dit is anders. Dit is onze culture. En zo gaan we het aanpakken. En het resultaat dat we nu hebben, minister heeft een deel gezien. Nog niet alles, toen we de presentatie hielden. Waren we nog niet zo ver als ik nu vertel. We zijn heel trots op onszelf. En ik geef PMT zelf een aaitje. Omdat we in Suriname zijn, de culture ook kennen. Dus dat aaitje ga je niet van buiten krijgen. Dus je moet het jezelf geven om door te gaan tot het eind. En ik ga u zeggen, de sectoren worden nu betrokken. We hebben dit weekend de financiële sector, althans een deel, de banken en de cambio's, om de recommended actions met ze te bespreken, zodat ze daarin weer inspraak hebben. Ze krijgen hun deel van de effectiveness
En ze mogen gaan kijken wat de werkgroepen zelf hebben gezegd over hun eigen sector. En van daaruit zijn de recommended actions gekomen. Het zijn voorlopige recommended actions. Er zijn nog geen recommended actions gebaseerd op de threats. Want daarvoor hebben we de risicoanalyse nodig. Bij de effectiveness ben je bezig met vulnerability. De risicoanalyse zal eind volgende week klaar zijn. Dan hebben we de recommended actions op basis van de threats, nationaal en per sector. En dan gaan we terug naar de sectoren. De laatste halte die we hebben met onze voorlopige recommended, voorlopig, want ze staan nog niet helemaal vast, zullen ook van gedachten wisselen met de toezichthouders, Gaming Board, FIU. Centrale Bank nemen we apart, Gaming Board, FIU samen en met de Steering Council. Dat is het verloop tot op dit moment. We hebben nog enkele weken tegelijkertijd met de weinige menskracht die we hebben. Zijn we tegelijkertijd bezig met het reviewen van het rapport. En dat houdt mij nu, geloof me, 7 dagen bezig. Ongeveer 10 uren per dag zitten dokter Sobi en ik het rapport te reviewen. En dan zie je weer dat je wat gaps hebt en dan moet je weer terug naar de sector enzovoorts. Maar het is heel, we zetten ons allemaal in. Want wat we absoluut niet willen, dat als we geblacklist mochten worden, mag het niet zijn op basis van een slecht rapport. En een van de redenen om geblacklist te worden, is als je niet aan het principe hebt voldaan van know your risk, acknowledge your risk, accept your risk. En mitigate your risk. Als je hieraan niet voldoet, dat die Bahamas op de blacklist gezet, dat die Trinidad op de blacklist gezet, eilanden van waar we denken dat ze veel beter zijn dan ons. En zeker economisch zeker, maar je ziet ze zijn geblacklist, omdat ze dit niet. En daarom ben ik ergens blij dat er een regeringswisseling is. Want wat uit die analyse van de sectoren komt, ook van de publieke sector, kan deze regering zich niet mee verbonden voelen, omdat ze er pas is. En ze voelen het niet als een aanval op hun. Want mensen, Surinamers houden ervan om zich gauw aangevallen te voelen, als je gewoon de waarheid zegt. En je moet de waarheid zeggen in je rapport. Je kan het niet verbloemen, je kan het niet verbergen, anders heb je je risk niet geaccepteerd. En dan heb je niet de juiste recommended actie, want na het riskrapport, ik weet niet of de regering ons door gaat laten gaan om dat ook af te maken, moet er een strategisch plan komen met acties geprioriteerd. Dat moet vrijwel direct na het riskassessmentrapport komen. Dat zal ook aan de regering worden doorgegeven. Want op basis daarvan zal de regering beleid moeten maken en zal besloten worden hoe en binnen hoeveel tijd bepaalde acties genomen moeten zijn. Ik hoop dat ik een beetje helder ben geweest. Ik ben nogal globaal geweest. Ik moet ook wel de autoriteiten die de details moeten weten. We weten het nog niet. Dus ik kan moeilijk in bepaalde details gaan. Maar ik heb geprobeerd een beeld te geven over hoe we het hebben aangepakt, hoe het gegaan is. En hoe ver we nu zijn. En binnen een paar weken, binnen 4 weken, 5 weken, is het final rapport wel af. Maar tussen nu en die 5 weken is het heel hard werken geblazen voor ons. Met de sectoren en het reviewen van het rapport. En de recommended actions formuleren. Dat alles, we zijn net 1000 poten op dit moment. En u hoort het wel. En hartelijk dank voor uw aandacht. Onlangs zijn we dit jaar geconfronteerd met de FinCEN Files. De FinCEN Files is een verzameling van 2100 documenten van het Amerikaanse Anti-Witwas Instituut Financial Crimes Enforcement Network. Die zijn uitgelekt. Deze documenten dateren
weliswaar uit de periode van 1999 tot 2017, maar tonen aan dat meerdere internationaal opererende banken betalingen mogelijk hebben gemaakt die zij zelf als verdachte hebben aangemerkt. Dus verdachte transacties hebben ze geaccommodeerd. Deze events impliceren dat compliance en integriteit geen Surinaams vraagstuk zijn, maar een internationaal vraagstuk waarvan Suriname een onderdeel van is. De tweede reden waarom ik erg content ben dat ik hier mag staan, en misschien is dat de meest belangrijke reden, is het feit dat deze conferentie niet door banken is georganiseerd. Deze conferentie is door het bedrijfsleven georganiseerd en ditzelfde bedrijfsleven zal tijdens deze conferentie een cruciale rol spelen. We hebben als banken erg lang geroepen dat compliance en integriteit geen bankaangelegenheid is, of niet alleen een bankaangelegenheid is. Wij als banken hebben noodzakelijke maatregelen in de afgelopen jaren geïmplementeerd. Desondanks, mevrouw Van Dijk Silos gaf het aan, medium. Helaas. Oké, voorlopig. We hebben noodzakelijke maatregelen geïmplementeerd om ons compliance niveau op peil te brengen. Hierdoor zijn we vaak als onvriendelijk ervaren door diverse stakeholders. Dank je. Door diverse stakeholders. Uiteraard spreek ik de hoop uit na deze conferentie dat er meer bewustzijn en begrip komt bij alle stakeholders voor het uitvoeren van de poortwachtersfunctie van banken en dat zij samen met ons, zij aan zij, de noodzakelijke maatregelen zullen treffen. Deze conferentie is van eminent belang voor de bewustwording en noodzaak voor samenwerken. Het belang van samenwerken in de private sector en met de publieke sector is erg belangrijk. We dienen meer samen te werken, willen we het risicoprofiel van Suriname, het Surinaams bedrijfsleven en de financiële sector omlaag brengen. Oftewel het compliance niveau omhoog tillen naar een veel hoger niveau. Een silo-gerichte aanpak, de banken alleen, werkt niet meer. Compliance is al jarenlang niet meer de verantwoordelijkheid alleen van wetshandhavers, toezichthouders of banken. Maar van alle andere entiteiten zoals notarissen, advocaten, accountants, de tweedehandse, nieuwe autozaken en het overig bedrijfsleven, maar ook de overheid. We vormen samen de eerste verdedigingslinie en daarom is het belangrijk dat we allemaal samenwerken om het witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. Als we niet samenwerken, zal de bank de eerste verdedigingslinie blijven en de perceptie altijd blijven dat de banken moeilijk doen. Dit zal ook het risicoprofiel van de bankensector vergroten, aangezien de banken als eerste linie voor het gehele systeem zullen moeten blijven fungeren. Ook al is een dijk zo goed gebouwd, bij een enorme storm zullen er scheuren ontstaan. En ook dit geldt voor banken. Als we als stakeholders onze verantwoordelijkheid niet nemen, zullen de banken de enige dijk blijven, al waar er scheuren kunnen ontstaan. En dat willen we niet. Maar gelukkig, we zien verandering in de situatie komen. Het is de banken duidelijker dan voorheen dat we ons niet moeten laten leiden door de externe omgeving, zoals de bevindingen van de centrale bank, onze correspondent banken, of straks projectmanagement team, NRA. Maar we moeten proactief risico's van de sector verlagen. Zo hebben wij vanaf het begin, voor de start van de National Risk Assessment, ons ingezet voor de opstart. Maar ook gedurende het proces. We hebben een hele nauwe samenwerking gehad met het projectmanagement team onder leiding van mevrouw Van Dijk Silos. Ik dank haar voor de transparantie en voor de transparantie en de open communicatie gedurende dit proces. Het heeft ons beide heel veel wijzer gemaakt. De banken hebben financiële en human resources gedurende het proces ter beschikking gesteld aan het projectmanagement team, zodat dit succesvol afgerond kan worden. Dit is een excellent voorbeeld van hoe de private en de publieke sector een gezamenlijk doel voor ogen hebben en krachten gebundeld hebben om tot een goed resultaat te komen. Zaterdag, mevrouw Van Dijk Silos gaf het aan, is de presentatie van de voorlopige resultaten. En we zeggen ook hierbij toe dat we alle aanbevelingen ter harte zullen nemen om de integriteit van de sector te verhogen. De banken hebben onlangs binnen de Surinaamse Bankiersvereniging besloten dat compliance arbitrage en concurreren op compliance regels definitief tot het verleden moeten behoren. Samen met collega Sewraj Pandey van de Hakeringbank en ik
hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Banken, hoe zij de compliance problematiek in de sector opgelost hebben na het ING-debakel. We waren er beide van overtuigd na deze gesprekken dat we dezelfde aanpak zouden moeten hebben. Op basis van die gesprekken hebben we besloten om hetzelfde team van consultants die de Nederlandse Vereniging van Banken hebben bijgestaan, om met dit team aan de slag te gaan. Het doel is om alle banken in Suriname een eenduidig anti-money laundering en counterfinance terrorism framework, inclusief bijbehorende tools, te ontwikkelen. Dit zal eenduidig zijn en risk-based, volledig afgestemd op het risicoprofiel van de betreffende bank. Dit zal resulteren in het feit dat alle banken minimaal voldoen aan dezelfde compliance standaarden. Dit zal voor het publiek eenduidigheid teweeg brengen, eenduidigheid creëren en voor de correspondentbanken, die tegenwoordig erg moeilijk te vinden zijn voor deze regio, zal het een comfort zijn dat alle Surinaamse banken een minimaal internationale compliance standaard hebben. We need to design on our own standards in plaats van ad hoc standaarden by default opgelegd krijgen. Na het bouwen van het AML-CFT-framework zullen wij ons als banken intensief inzetten om de medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat het framework in de organisatie succesvol kan worden geïmplementeerd, maar ook dat onze klanten hieruit uitgebreid geïnformeerd kunnen worden, zodat zij ook binnen hun organisatie het compliance niveau naar een hoger niveau kunnen tillen. Banken investeren nu enorme bedragen in technologie om het compliance niveau te verhogen. Dat zal waarschijnlijk ook naar voren komen in het rapport. Er zijn enorme investeringen gedaan door de banken in AML-CFT-software om het onboardingsproces te vergemakkelijken, dossiers op te daten, dossiers in het systeem te plaatsen en transactiemonitoring op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. In de afgelopen periode hebben minimaal 5 banken als gevolg van het upgraden van het AML-CFT-framework onder andere hun core banking systeem veranderd om te kunnen voldoen aan de nieuwe vereisten. Data en technologie worden steeds meer van belang om AML-CFT tegen te gaan. Technologie speelt een fundamentele rol in de evolutie van AML-CFT. Van het verzamelen en rapporteren van inlichtingen naar een meer proactieve, op risico gebaseerde inspanning gericht op het stoppen van witwassen. Een tick-the-box aanpak en one-size-fits-all aanpak is niet meer van deze tijd. Het gebruiken van digitale tools om effectiever te worden in onze missie om AML-CFT tegen te gaan, kan alleen met technologie. En deze technologie zorgt er dus ook voor dat het kostenniveau van banken omhoog gaat. De samenwerking tussen de banken zal hierna verder uitgebreid moeten worden, want de banken weten dat zij als silo het niet alleen kunnen. Samen, met een gezamenlijke aanpak kunnen we veel meer. Nu al worden er high-level gesprekken gevoerd met BNets over de centrale onboarding van klanten en centrale transactiemonitoring. Uiteraard zullen deze discussies nog in depth gevoerd moeten worden en zal het enige tijd in beslag nemen alvorens over te kunnen gaan tot implementatie. Maar de discussies om de sector naar een hoger niveau te tillen zijn gaande. We krijgen ook enorme bijval vanuit delen van het bedrijfsleven die beginnen te begrijpen dat als wij niet samenwerken op het gebied van compliance, de deuren internationaal zullen dichtgaan. Ik wil als voorbeeld de goudsector aanhalen. We weten dat momenteel de goudsector een cash-intensieve sector is, waarbij er veel goud in niet-concessiegebieden gewonnen wordt. Cash is een fenomeen die de banken trachten te reduceren vanwege diverse redenen. Maar de voornaamste reden is de intransparantie die cash met zich meebrengt. Samen met de goudsector zijn er voorstellen gedaan om het gebruik van cash te reduceren en duurzaam te maken. We weten en onderschrijven dat het een erg lange en uitdagende weg zal zijn, maar als we nu niet starten, zal dit Suriname op lange termijn schaden. Resumerend wil ik aangeven dat voor een succesvolle aanpak van AML-CFT in Suriname het op een hoger niveau brengen van het compliance-bewustzijn, het noodzakelijk zijn, is dat we focussen op het samenwerken binnen de bancaire sector, met de private sector en privaat publiek. Alleen silo-gericht zullen we het niet bereiken. AML-CFT dient meer data gestuurd te zijn. Mevrouw Silos
U heeft problemen gehad tijdens de EML, tijdens de NRA. U had niet voldoende data. En daarom zeggen we ook, die systemen zijn nodig om meer data gestuurd te gaan, om ook op termijn u van data te kunnen voorzien. Een risk-based approach. Tick the box, elke klant behandelen als een risicovolle klant, werkt ook niet meer. Is klantonvriendelijk. We moeten naar een risk-based approach gaan. En dat vergt van ons dat we een eenduidig compliance framework hebben. En dat onze mensen goed geëducate zijn. IT-systemen gaf ik aan. Maar met name nog het delen van kennis. Het delen van kennis tussen de banken, binnen de bank, maar ook met de publieke en de private sector. Ik wil tenslotte beëindigen door het team van TAPTO te complimenteren voor dit initiatief om de eerste nationale compliance conferentie te houden, kennis te delen en het om de vereniging, van compliance officers te helpen opzetten. Ik hoop dat deze vereniging niet alleen bestaat uit compliance officers van banken, want daar komen we niet ver mee, maar uit compliance officers van alle betrokken sectoren. Zo kunnen wij met elkaar kennis delen die cruciaal is voor het verhogen van het compliance niveau binnen de banken, overige private sector en de publieke sector. En kunnen we het integriteitsniveau van ons mooie Suriname omhoog krikken. Ik dank u en ik wens u een vruchtbare conferentie toe. Dank u wel, heer Franci. Vanwege de tijd wil ik onze eigen partner van TAPTO Group, dat is de heer Winston Wilson, uitnodigen om een speech te houden over compliance binnen de extractive industries. Welkom, Winston. Goedenavond allemaal. Iedereen ook namens mij van harte welkom op deze eerste nationale compliance conferentie. Zoals mevrouw Wang Tam Sung het aangaf, we hebben een heel brede vertegenwoordiger hier. Mensen van de ASFA, mensen van de VSB, de bankiersvereniging, diverse mensen uit het bedrijfsleven. Mevrouw Van Dijk Silos, de vertegenwoordiger van de ambassade is net vertrokken. En waar hebben we het allemaal over? We hebben het allemaal over compliance bewustzijn. Het bewustzijn met betrekking tot compliance die moet verhoogd worden in Suriname. Er zijn al diverse voorbeelden gegeven door de voorgaande sprekers. En mij is gevraagd om op basis van een internationale wet die er is, die Suriname ook heeft geadopteerd, de EIT, om de brug te slaan van EIT naar de NRA, de National Risk Assessment, en naar compliance dus. En dat probeer ik door middel van wat slides met u te delen, waarbij er ook wat praktijkvoorbeeld naar voren zal komen om het geheel te illustreren. Compliance in de attractive industry, waar hebben we het over? De inhoud waar we vandaag over gaan hebben is de value of transparency. De heer Franci heeft het net ook al geroepen. In transparency had hij het over, maar positief bekeken hebben we het over transparantie. Transparantie in het zaken doen. Zodat je duidelijk weet wat je aan elkaar hebt. We gaan het hebben over de CIT. Wat is IT? Waarom IT? Beneficial ownership bij IT. In de financiële dienstverlening is dat ook een begrip die heel vaak naar voren komt. Wie is de ultimate beneficial owner? Daarmee bedoelen ze gewoon van wie is het geld echt. En niet een of andere vooruitgeschoven post die als bliksemafleider fungeert. En we gaan stilstaan bij een corruptieschandaal om het geheel wat te illustreren. De value of transparency kan je vertalen in diverse onderdelen. De hoofdonderdelen, ik zal het niet allemaal oplezen, want u kunt makkelijker lezen dan ik. De bedoeling is vooral om de kansen op corruptie te verminderen. De vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade heeft het ook al aangegeven. Op het moment dat corruptie wordt verminderd in een land,
wil het zeggen dat er meer middelen beschikbaar zijn om te besteden aan het volk van het land. Omdat het niet verdwenen is in zakken van individuen of enkelingen. Instabiliteit en risico op conflicten verminderen. We hoeven niet ver te zoeken, is vandaag ook al aan te geven. We hoeven deze week maar in de media te kijken. En dan zien we dat er in de goudvelden weer conflicten zijn ontstaan. Conflicten die zelfs mensenlevens tot gevolg kunnen hebben en al hebben gehad in het verleden. Doordat de situatie niet transparant is en zoals aangegeven is, doordat er mensen actief zijn in de goudvelden, waarvan je niet kan verklaren wie die mensen precies zijn. Als we het hebben over de NRA, men praat over witwassen en het bestrijden van witwassen, dan denkt men vaak aan alleen maar drugsfinanciering, maar het gaat veel breder. Er is ook stilgestaan bij witwassen als fenomeen van belastingontduiking. Mevrouw van Dijk Silos gaf het aan. Ze durft te zeggen dat bijna 100% van de Surinamers niet voldoende belasting betalen, laten we het zo zeggen. Dus ook de Belastingdienst zal moeten veranderen. We hebben het ook gehad over transities. Suriname zit wat dat betreft los van de COVID, zoals de rest van de wereld. Maar met NRA en de veranderende politieke realiteit zitten we in een megatransitie. En dat merken we met z'n allen. Op heel veel verschillende vlakken zijn er veranderingen. En daarom zie je ook dat er nu partijen uit bijvoorbeeld Nederland hier aanwezig zijn om technische assistentie te verlenen, waarbij ook onder andere de FIOD zijn intrede zal maken in Suriname. We hebben het over capaciteitsversterking gehad. Mevrouw van Dijk-Silos gaf het ook aan. Bemensing is een probleem. Gelukkig zijn er partijen als vanuit de bankiersvereniging die capaciteit beschikbaar stellen om bepaalde dingen toch voortgang te laten hebben. Wat is nog meer de waarde van transparantie? We hebben het nog niet eens over geld gehad. Toegang tot kapitaal en het investeringsklimaat. Vanuit de Amerikaanse ambassade is ook aangegeven. De kredietwaardigheid van overheden en bedrijven. De voorspelbaarheid. Men noemt het de level of playing field, zodat men weet waar men aan toe is. Hij heeft ook aangegeven dat buitenlandse investeerders niet naar Suriname zullen komen om te investeren, als ze weten dat het risico groot is dat ze hun investeringen kwijtraken. Ze fietsen gewoon door naar de volgende markt, de volgende investering. Ze hebben niet die band die wij hebben met Suriname. Voor hun maakt het niet uit. Het moet gewoon winstgevend zijn of datgene opleveren wat is afgesproken. De batenbeoordelingen. Regeringen kunnen beoordelen of hun contracten en wetten eerlijk zijn en qua voorwaarden en voordelen vergelijkbaar zijn met andere landen. Er is ook aangegeven een traject als EITI bijvoorbeeld. Daar zitten tientallen landen aangesloten. Maar ook een traject die heel erg speelt in de goudsector is het VN-Minamata-verdrag om het gebruik van kwik uit te bannen. Dat zijn allemaal mooie wetten, mooie regels, maar wat doe je ermee? Men zegt vaak, think global, act local. Die richtlijnen vanuit het buitenland zijn duidelijk, de internationale wet en regelgeving. Maar bij die act global, daar blijft hangen. Men is nu echt gebrand op acties. Er zal naleving van die regels moeten plaatsvinden en daar gaan de internationale waakhonden Suriname helpen om daarop toe te zien. En of het nou Amerika is, Nederland of Frankrijk, waarbij Frankrijk aangeeft dat ze blij zijn te vernemen uit monden van de vicepresident van Suriname, dat hopelijk rond de onafhankelijkheid van Suriname, wanneer we 45 jaar onafhankelijk zijn, de Scalians tot het verleden behoren bij de Marowijnenrivier. Want hoe kan het nou dat je een VN-resolutie hebt aangenomen om kwik te verbannen, maar je verstrekt wel vergunningen aan bedrijven om met kwik te gaan ondernemen? Dat is een beetje een spanningsveld en dat zijn de hiaten in de uitvoering die uiteindelijk aangepakt moeten worden. Suriname is in 2017, 24 mei 2017, is Suriname toegelaten als IT-kandidaat. Waarbij IT staat voor Extractive Industry Transparency Initiative. Het woord zegt het al, transparantie. Want transparantie zorgt voor een level of playing field. Suriname wordt daarmee de 52ste land van de wereld die zich aansluit bij dit initiatief.
Dus Suriname heeft al stappen genomen door een eigen organisatie op te richten en dat is ook een website van te vinden. En dat is de SETI, de Suriname Extractive Industry Transparency Initiative. Maar we weten met z'n allen, die vraag is me vorige week ook gesteld bij Mamant en Taki. Meneer Wilson, Suriname hebben we al zoveel regels. Meer regels, gaat dat wel helpen dat uiteindelijk die verandering ook komt in de markt? Het antwoord is nee. Je zal echt het gedrag moeten veranderen van instituten. Het gedrag van leiding moeten veranderen in bedrijven, bij overheden. En het bewustzijn bij de mensen vergroten wat voor negatieve impact corruptie eigenlijk heeft op de totale samenleving. Niet op individuen, maar op de totale samenleving. Bij de decision of the board on the status of Suriname, kunt u lezen. Het belangrijkste is, vet gedrukt onderaan, beneficial ownership roadmap. En dat zult u bij de NRA en bij de financiële dienstverleners, zoals de heer Fransje zei, bij het onboardingproces. Dat zijn cruciale vragen die gesteld zullen worden, die ze verplicht zijn in het kader van due diligence te stellen aan u. In KYC, Know Your Customer, van wat wie heb je eigenlijk echt zaken, met wie doe je echt zaken op dit moment. Suriname heeft één grote tijdbom wat dat betreft onder de samenleving en dat zijn stichtingen. Er is heel veel aan stichtingen ondergebracht. Er zijn zelfs stichtingen waar minderjarigen in het bestuur zitten. En dat zijn zaken die dus gewoon niet meer kunnen en tot het verleden moeten gaan behoren, waardoor onboarding ook steeds lastiger wordt voor, moeilijker wordt voor partijen. Volgende slide alsjeblieft. Wat is EITI? Het is een wereldwijde standaard voor het goed bestuur van olie, gas en mineralenbronnen. De mineralenbronnen wil dat ook zeggen, het is ook van toepassing op onze goudsector. We weten dat Billiton, Suralco jarenlang, bijna 100 jaar, de kurk van de economie zijn geweest van Suriname. Dat leerde ik op de lagere school al. Maar tegenwoordig praten we over olie en goud. Want iedereen in Suriname is zo'n beetje in de ban van de olie die gevonden is voor de kusten van Guyana en Suriname. En de perspectieven die het met zich meebrengt voor het Surinaamse volk. Ook ik ben er heel trots op. Ik zeg ook, we hebben olie gevonden. Ja, wie weet, wie vindt wat je olie money. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar hoe men met de natuurlijke hulpbronnen omgaat, dan weet men ook dat je ook zoiets hebt als een resource curse. Je natuurlijke hulpbronnen worden je vloek. In die zin dat in plaats dat je als land beter wordt, wordt het nog slechter. Want wereldwijd alleen maar op het gebied van briberies, wat wij noemen chukus in Suriname. En door die chukku krijgt die meneer wel een vergunning en die andere meneer krijgt het niet. Die meneer krijgt een vrijstelling van de belastingdienst, die meneer krijgt het niet. Is op basis van wie je kent. Men zegt dan ook gekscherend soms tegen ons als Surinaamse professionals. In Suriname hebben jullie geen kenniseconomie, maar jullie hebben een kennisseconomie. Nasuma isabi, anosayu sabi. En daar moet je van af, dat imago moet je van af. Want dat komt over als niet integer, niet professioneel. En je komt af van een corrupte samenleving. Waarom EITI? We zien 55 landen implementeren EITI. Maar als je rechtsboven ziet, 3,5 billion people. Dan zijn er zoveel mensen die leven in landen die rijk zijn aan olie, gas of mineralen. Maar het belangrijkste is good governance. In de discussies die je vaak hoort, ook in de media, of het nou uit publieke of private sector is, word je doodgeslagen met mantra's als pea monide, pea monide. En dan hoor je stevig als antwoord, amonikba, amonikba. Maar het, daar heb je het nog niet mee opgelost. Er is geen sprake van good governance. Het geld is dus eigenlijk verdwenen in zakken waar het niet hoort. Als je geen good governance structuur hebt in je organisatie of bij de overheid en er worden daar geen sancties opgelegd, er vinden geen repressieve maatregelen plaats, dan zend je de boodschap uit dat corruptie loont, dat het is toegestaan. Dus even terug naar de vorige. Dus daar kan je ook zien dat de revenues from extractive industry can have a significant impact
on reducing poverty and boosting shared prosperity. Ik zie de heer Cairo daar zitten. Die heeft mij van de week nog een kort interview afgenomen. Ik ben heel blij met zijn artikel die is verschenen. Omdat persoonlijk als professional leg ik ook de link tussen corruptie en armoede. Hoe corrupter je land, hoe meer armoede er zijn in je land. Omdat het geld niet verdwijnt richting de samenleving. Dat geld verdwijnt richting corruptelingen. Dat zijn vaak enkelingen of families of een paar bedrijven die leven als, zoals het spreekwoord zegt, God in Frankrijk. Maar als ik de gemiddelde Surinamer spreek, dan zegt hij tegen mij, hey, mesukuwa libi, inaka je minang masotu. Hoe triest is dat eigenlijk in een land als Suriname, die bekend staat als de top 17 van de rijkste landen in de wereld. 2,7 triljoen USD aan inkomsten zijn in de IT-rapports te vinden. 95% van alle IT-data is publicly available in open data format. Dus dat is transparant. Je kan precies zien, we zagen het bij de anderen al, je hebt een multi-stakeholders groep nodig. Dat wil zeggen, je hebt partijen in horizontale en verticale zin nodig binnen een sector, elke sector. En als duidelijk is binnen die sectoren wie de partijen precies zijn, wat ze precies doen en hoe ze werken, dan heb je al een hele grote stap gemaakt om te zorgen dat de middelen transparant terechtkomen bij wie ze horen, maar ook transparant besteed worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Om te illustreren waarom beneficial ownership en transparantie belangrijk zijn, heb ik gedacht een klein filmpje met u te delen. Als de techniek ons niet in de steek laat. Dat filmpje duurt slechts 4 minuten, dus daar vraag ik even kort uw aandacht voor. Money laundering, corruption, and bribery. According to a recent global financial integrity report, developing countries have been losing $1 trillion a year and rising since 2011 as a result of corrupt or illegal deals, many of which involve anonymous companies. Hidden ownership is a particular challenge in the extractive sector. Natural resources belong to a country's citizens, and the benefits of oil, gas and minerals should reach them. The Extractive Industries Transparency Initiative, the EITI, is the global standard that requires countries and companies to disclose key steps in how their oil, gas and mining revenues are managed. Sadly, particularly in countries with weak organization and governance, rights to extract oil and minerals are sometimes given to incompetent and irresponsible companies that do not intend to benefit the people that live in the country. This also poses problems for honest companies that don't know who they're doing business with. The African Progress Panel reported that the Democratic Republic of Congo lost at least $1.36 billion between 2010 and 2012 from the sale of 5 undervalued mining deals. These deals were given to offshore companies whose owners were hidden behind a chain of anonymous companies. In Ukraine, a recently created company with an ambiguous background in the oil and gas sector was awarded the license to the largest gas field in the country. The deal was put on hold and then cancelled when the legal owner refused to disclose the beneficial owners behind the company, delaying the development of this nationally important resource. In February 2016, the 51 EITI members agreed new rules, requiring that all oil, gas, and mining companies operating in their countries must disclose their beneficial owners. The government must also publish this data. It also requires public officials, so-called politically exposed persons, to be transparent about their ownership in oil, gas, and
and mining companies. Publishing the identity of those who are given the right to exploit resources helps prevent conflicts of interest. EITI countries are pursuing transparency in company ownership to prevent tax evasion, corruption, and money laundering. This will help ensure that there is a level playing field for all companies and that governments get the revenue they are owed. Few countries have so far made this information publicly available, so this step by EITI countries will make a big difference. And it sparked a wider reform effort. Many EITI countries and others have committed to establishing public registers of beneficial ownership. There is a growing call for clarity on who the real owners are, but reform is only half of the picture. Law enforcers, civil society, and others have a responsibility to scrutinize the information and to take action to hold to account those who misuse anonymous companies. Then, together we can ensure the extractive industries can benefit everyone. Visit www.eiti.org/beneficial-ownership to find out. Hopelijk heeft u het een beetje kunnen volgen. Het geluid was in het begin een beetje slecht. Maar het wordt duidelijk aangegeven wat het verband is tussen corruptie en de olie- en gasindustrie. En wat voor impact op het landen als Congo of andere landen in de wereld heeft gehad. Wat het betreft armoede voor die bevolking. Ik heb beloofd te eindigen met een praktisch schandaal. Dat niet ver van ons heeft plaatsgevonden. Het schandaal heet Odebrecht. Odebrecht heeft heel veel aandacht gehad de afgelopen jaren. En het heeft zich plaatsgevonden in Brazilië. Brazilië, ons buurland, onze zuiderburen zoals u weet, onze grote broer, die al heel lang ervaring heeft met de goudindustrie, maar ook met de olie- en gasindustrie. Dit schandaal stond bekend als Operation Car Wash. Het is heel simpel begonnen met een onderzoek bij een carwashbedrijf. En daar kwam hij al gauw in de boeken tegen Odebrecht, grootste bouwbedrijf van Brazilië. Maar ook Petrobras, de staatsolie van Brazilië, zeg maar. Hier zo kunt u goed zien, het is een beetje onduidelijk, wat voor kopstukken in verschillende landen er allemaal gerold zijn. Ja, zoals ex-president Lula, mevrouw Dilma Rousseff. Maar ook kopstukken uit landen als Panama, Peru, die uiteindelijk in de gevangenis zijn verdwenen. En bij al die landen zie je de bedragen, 98 miljoen, 34 miljoen, die allemaal gebruikt zijn voor witwaspraktijken. Om het niet zelf te verzinnen, heb ik van een collega een artikel gekregen. En ik heb gedacht wat stukken daaruit aan u voor te lezen, zodat u een beter beeld heeft van het Odebrecht-schandaal. Ik zal het niet allemaal oplezen, maar het is puur om een idee te krijgen waar men over praat. Het kopje van het vooraanstandblad die luidt: Odebrecht, het grootste corruptieschandaal ooit in Latijns-Amerika. We hoorden het net ook al van de heer Franchi. Heel veel correspondent banken hebben geen appetijt in de regio. Ze vinden de risico's te groot. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ze willen daar liever geen financiële relatie mee hebben, omdat voor het klein beetje geld dat ze dan zaken doen met een Surinaams bedrijf, kunnen ze in veel grotere problemen komen in het buitenland. Zoals een ING die een boete heeft gehad van 775 miljoen. Waarbij het ook zo is dat recent, een paar maanden geleden, de oud-bestuurder van ING, die inmiddels bestuurslid was geworden bij een Zwitserse bank, tegen een salaris van 4 keer hoger, weer is opgeroepen door het Openbaar Ministerie omdat men diepgaander onderzoek wil uitvoeren. Hier staat: Odebrecht is de Latijns-Amerikaanse doos van Pandora. Wat begon als een onderzoek naar corrupte hooggeplaatste zakenmensen en politici in Brazilië, is nu een continentaal schandaal. Week na week komen er in het omschopschandaal van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht
nieuwe beschuldigingen en onderzoeken bij. Niemand blijft gespaard. Presidenten, overheidsfunctionarissen, zakenmensen en zelfs de Colombiaanse ex-guerrilla FARC blijven betrokken. We hebben het over financing of terrorism. Het begon allemaal in Brazilië met de zogenaamde operatie Lava Jato, het carwash-schandaal. Dit grootschalige corruptieonderzoek naar het staatsoliebedrijf Petrobras werd in maart 2014 door gerecht en federale politie opgestart. Bedrijven gaven toe omkoopsommen te hebben betaald aan politici en overheidsfunctionarissen in ruil voor Petrobras-contracten. Een van die bedrijven die in de operatie Lava Jato werd gevat, was Odebrecht dus. Grote geldsommen van projecten van het staatsoliebedrijf bleken verduisterd. Met medeweten van Petrobras-kopstukken, politici en bedrijven die grote overheidsopdrachten binnenhaalden. In het filmpje is ook specifiek aandacht besteed aan de PEP, de Politically Exposed Person. Tegenwoordig bij het onboardingsproces zie je bij banken en verzekeraars dat er een hogere drempel is opgelegd voor de PEP om een rekening te openen. Omdat in Suriname de wetgeving voor de PEP inmiddels al verscherpt is. Als je praat over miljarden dollars van grote en middelgrote bedrijven die gingen naar verkiezingscampagnes. De bedrijven konden zo hun macht bestendigen. Het zette parlementsleden aan om wetten goed te keuren die de belangen van de donerende bedrijven dienden. Dus PA Monide, Drape Ago, petten, t-shirts, die worden verstrekt aan politieke partijen in ruil voor gunsten die business-wise goed zijn voor die ondernemer. Of het slecht is voor mens en milieu, dat staat terzijde op dat moment. Het onderzoek had grote politieke gevolgen en leidde tot de impeachment van ex-president Dilma Rousseff van de Arbeiderspartij. Ze werd beschuldigd budgetregels te hebben overtreden. We horen ook vaak schandalen in Suriname over budgetten die zijn overschreden. De Odebrecht-groep is de grootste bouwmaatschappij in Latijns-Amerika. Het bedrijf realiseerde grote projecten op heel het continent, zoals daar is aangegeven. Zoals het aanleggen van bruggen, dammen, wegen. Wij hebben binnenkort misschien ook twee nieuwe bruggen. Wat er is gebeurd met die eerste brug weten we ook. En grote infrastructuurwerken die kaderden, zoals bijvoorbeeld in het kader van Wereldvoetbal 2014. Al die stadions die gebouwd zijn in Brazilië, die nu allemaal leeg staan vanwege corona. In juni 2015 werd de ex-topman Marcelo Odebrecht gearresteerd. Vorig jaar luidde de veroordeling voor de kleinzoon van de oprichter van dit bedrijf 19 jaar cel. Voor omkoping, witwassen en deelnemen aan georganiseerde misdaad. Want inmiddels is dit witwassen strafbaar gesteld. We praten niet alleen over geldboetes. Je kan kort straffen, je kan gewoon in de gevangenis belanden. Net zoals deze beste meneer zijn kleinzoon. Nog 77 andere Odebrecht-medewerkers legden bekentenissen af. Ze sloten overeenkomsten met de Braziliaanse onderzoekers. Zoals bekentenissen in ruil voor kortere gevangenisstraffen. In december vorig jaar gaf Odebrecht publiekelijk toe dat het sinds 2001... meer dan $780 miljoen had betaald via een zogenaamd omkoopdepartement om openbare werken binnen te halen in heel Latijns-Amerika. Odebrecht kwam tot een voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten, die was net hier, Brazilië en Zwitserland, om $3.5 miljard aan boetes te betalen en waarbij ze transparant al hun informatie moesten vrijgeven. Het bleek dus dat Odebrecht niet alleen in Brazilië omkoopsommen in ruil voor contracten uitbetaalde, maar ook in andere landen van drie continenten. Dus dan praat je over het intercontinentale karakter van de georganiseerde misdaad. Odebrecht pleitte schuldig. Meer dan 10 jaar had het bedrijf voor een slordige $800 miljoen aan steekpenningen, ik heb het over steekpenningen alleen, betaald in ruil voor opdrachten in Latijns-Amerika. Op dit moment is wereldwijd steekpenningen geprognosticeerd op $1 biljoen op jaarbasis
alleen aan steekpenningen. Een rechter in de Verenigde Staten veroordeelde Odebrecht deze maandag tot een boete van $2.6 miljard. Dit is de grootste boete ooit door het Amerikaanse gerecht opgelegd aan een buitenlands bedrijf. De meeste commotie ontstond rond Alejandro Toledo, de 70-jarige ex-president, wordt verdacht van het aannemen van $20 miljoen aan steekpenningen van Odebrecht. Onder het presidentschap van Toledo startte de bouw van de interoceanische snelweg tussen Peru en Brazilië, waarbij het prijskaartje uiteindelijk 4 keer zo hoog was dan oorspronkelijk begroot was. Dus dat is nog los van de steekpenningen die zijn betaald. Eva Sankambouji, $100 in pay $400 nu. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met de mooie bruggen die we krijgen, dat het wel op een transparante manier aanbesteed wordt en bedrijven uitgenodigd worden om te kunnen inschrijven. En dan wordt aan de beste bieder het werk gegund. Dat leren we hieruit. Hier zien we ook staan bijvoorbeeld hoe dat werkt. Een overheidsbeambte die momenteel onder beschuldiging staat, keurde het nieuwe bedrag van 4 keer hoger goed. Dat is dus het gevaar van nepotisme en vriendjespolitiek. Als je niet de juiste vrouw of man op de plek zet, maar op basis van names en faces iemand daar zet die dingen moet goedkeuren. Ik wil er nog één deeltje ding met u delen uit het Odebrecht verhaal. Want hier staat duidelijk, de rust is nog niet teruggekeerd in Brazilië. Deze zaken, de impact van dit soort zaken is gigantisch. Want het gaat om gigantische bedragen waar de gewone burger die met moeite 100 SRD uit de ATM kan pruttelen, zich een voorstelling bij kan maken van wat zou het zijn als je $1 miljard op je rekening hebt. De rust is nog niet teruggekeerd in Brazilië. Eind vorige maand kwamen nog 10.000 Brazilianen de straat op om hun steun te betuigen voor operatie Lava Gato, de carwash affaire. Volgens een onderzoek van Ipsos van eind vorig jaar 96% van de Brazilianen dat het Lava Gato onderzoek koste wat kost moest worden voortgezet. Want uiteindelijk zijn zij degene die daar de meeste dupe van zijn. Het Hoge Rechtshof van Brazilië keurde op 11 april nieuwe onderzoeken goed naar ruim 70 nieuwe verdachten in het Odebrecht-schandaal. Onder hen bevinden zich 9 ministers van de regering, president Michel Temer, 29 senatoren en 42 kamerleden. En de teller is nog niet gestopt. Uiteindelijk komt de teller van de Braziliaanse politici, die onderzocht worden door het Hoge Rechtshof, boven de 100 te staan. Een openbare aanklager die legde uit aan het blad Reuters vorige maand dat er meer dan 350 nieuwe onderzoeken zouden worden opgestart. Als gevolg van getuigenissen van kaderleden van Odebrecht over de witwaspraktijken en over deze corruptiepraktijken. Het corruptieonderzoek staat momenteel op de helling door wetsvoorstellen, daar zie je weer de rol van politici en kamerleden, die amnestie vragen voor illegale campagnefinanciering. En in Brazilië heeft ook enkel het Hoge Rechtshof momenteel de autoriteit om zittende politici te onderzoeken. De vraag die dan gesteld wordt door mensen, en die kunnen ons ook in Suriname stellen, wat voor impact heeft deze amnestie op het onderzoek naar corruptie? De volgende vraag is die je kan stellen. En is de corruptie op dit moment zodanig doorgedrongen op alle niveaus dat er oplossingen buiten de instituties nodig zijn? We zagen dat er heel veel instituties betrokken zijn bij de IT. Als ik mensen hoor praten over focus op geld, geld, waar is het geld, hoeveel geld is verdwenen, hoeveel geld hebben we nodig om de problemen op te lossen, dan zoek je de oplossing eigenlijk aan het eind, niet aan het begin. Want het geld is om een reden verdwenen. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat de grootste stimulans om een economie te ontwikkelen is a. corruptie bevechten, waardoor de middelen richtig besteed worden,
Maar ten tweede, versterking van je instituten. Als je instituten zwak zijn, als je instituten uitgehold zijn, dan mag je welke wet je wil aannemen. Ze zeggen in Suriname, anaiwoko. Het gaat niet werken. Want de intentie is daar niet om dit uiteindelijk tot een succes te maken. Instituten worden dan bewust of onbewust zwak, afhankelijk en dom gehouden. Want zoals we weten, in troebel water is het makkelijk vissen. Dus wat ik kan meegeven aan alle vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van de overheid. Het is heel erg belangrijk, zoals de heer Fransje aangaf, om je te equippen hiertegen. Je personeel goed op te leiden. Maar ook om ze de juiste instrumenten en de begeleiding te geven in deze transitie van de oude systemen naar een nieuw systeem. Want komt er geen nieuw systeem in place en blijkt na de audit dat Suriname bijvoorbeeld geblacklist wordt, dan valt er helemaal niks te importeren en te exporteren. Je kan produceren om met olie naar een goto iwani, er valt niks te exporteren. Dus dat is een randvoorwaarde, een cruciale randvoorwaarde, dat je transparant met buitenlandse investeerders, transparant met buitenlandse partners, gewoon financieel zaken kan doen. Puur omdat men weet dat men te maken heeft met partijen die compliant werken. En die zich dus houden aan wet en regelgeving. En vooral niet gefocust zijn op witwas- of corruptiepraktijken. Dan was er volgens mij nog een laatste slide. Hier wil ik mee afsluiten. Hij kan het beter zeggen dan mij. Corruption is paid by the poor. Dat is uiteindelijk de consequentie. Corruptie staat gelijk aan armoede. Het geld gaat niet naar het volk. Ik zag volgens mij 2 dagen geleden nog dat het Diakonesse ziekenhuis problemen heeft met 2 apparaten. Waardoor vroeggeboren baby's en ouderen een uitdaging hebben. Op het moment dat ze naar het ziekenhuis gaan, het eerste hulp, praten we over. Waarbij nu een analyse maken 4 tot 6 uren kan duren, waar het vroeger in 3 tot 5 minuten kon. En die analyse die gemaakt moet worden, is heeft die persoon op dit moment behoefte aan een beademingsapparaat of niet. Dus als we misschien 1 Ford Ranger minder hadden verkocht of verdeeld, dan hadden we misschien 2 beademingsapparaten gehad voor het Diakonesse ziekenhuis. Daarom zegt hij, corruption is paid by the poor. Want uiteindelijk is het geld niet beschikbaar om onze gezondheidszorg te versterken. Uiteindelijk is het geld niet beschikbaar om ons onderwijssysteem te versterken. En zo te zorgen dat de generatie na ons kan vruchten, plukken van de vruchten, van de olie die komt. De mensen krijgen niet de juiste opleidingen. Ze krijgen nu opleidingen die losstaan van de ontwikkelingen die op ons afkomen. Er worden bruggen of wegen gebouwd voor bedragen 4, 5, 6 keer hoger dan ze normaal gebouwd kunnen worden. Dat wil zeggen, het geld kan je maar 1 keer uitgeven. Op dat moment, als het in zwakke zakken van individuen is verdwenen, is het gewoon niet beschikbaar meer voor het volk, voor wegen, voor gezondheidszorg, voor onderwijs en alles wat het volk van Suriname verder nodig heeft. Een van de grootste rekeningen die betaald wordt door alle Surinamers is de gigantische vervuiling van ons milieu. Je zult ook stevig zien dat buitenlandse investeerders blijven hameren op het milieu. De EITI, de Extractive Industry Transparency Initiative, is niet op zich staand. Daar komen ook zaken, zoals ik zei, als het VN-Minamata-verdrag bij kijken. Je mag dus geen kwik gebruiken in producten. Geen enkel product dat je importeert of exporteert mag kwik bevatten. Dus ook geen batterijen, ook geen medicijnen, ook geen oude TL-buizen. Maar ook die schoentjes van kinderen die reflecterend zijn en die licht geven. Daar zit kwik in. Je moet het helemaal uitbannen. Want uiteindelijk was in Japan, in 1950 was de stad Minamata een heel idyllisch stadje, zoals men dat noemde. Het was een vissersdorp. Als je geld had vroeger en je wilde rustig gaan leven, dan ging je daar wonen. Maar ineens zag men die katten daar zo allerlei rare dansjes maken. Ze noemden het uiteindelijk de dansende kattenziekte. Wat bleek later? Het probleem kwam ook voor bij mensen. Mensen begonnen allerlei motorische problemen te vertonen. Ze hadden geen controle over hun armen, over hun benen, epileptisch. In Suriname zeggen we sick idde, iedereen ging zo met zijn hoofd schudden.
Maar het is een zware ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel van de mens is aangetast. Men is toen gaan onderzoeken en het blijkt dus dat een bedrijf daar chemisch afval bevattend kwik in het water dumpte. Op het moment dat het in het water gedumpt wordt, dan komt het dus in je voedselketen terecht. De vissen raken besmet, maar ook het grondwater waarmee de planten mee besproeid worden, daar zit er allemaal kwik in. Momenteel zijn er al plekken in het binnenland waar mensen geen vis uit de rivier meer durven eten. Maar wie kan garanderen dat die vis niet hier in de stad verkocht wordt en wij het wel eten? Ik noem maar een voorbeeld. Dus het probleem is heel erg groot. Je ziet daarom ook dat organisaties als, of partijen als Frankrijk heel erg pushen op de scallions die moeten verdwijnen in de Marowijnrivier, maar ook in andere delen van Suriname, waarbij je dus een gigantische vervuiling van het milieu hebt en waarbij we het milieu dus nu al niet meer kunnen achterlaten voor ons nageslacht op de manier hoe wij het zelf hebben aangetroffen. En dat is een doodzonde. Ik wens u allemaal verder een fijne voortzetting deze avond. Ik bedank jullie sowieso allemaal voor jullie aanwezigheid en jullie bijdrage. En hoop dat hiermee compliance bewustzijn nog verder verhoogd is. En dat, zoals eerder gezegd is, we met z'n allen een succesvolle National Risk Assessment kunnen afronden. Ik dank u. Dank je wel, Winston Wilson. Zoals vaker gebeurt, maak je ons stil met je presentaties. Dat we erbij stil mogen staan wat er allemaal gebeurt in ons eigen land Suriname, in vergelijking met hetgeen wat er internationaal gebeurt en niet eens zo ver, gewoon onze buurland Brazilië. Vanwege de tijd wil ik de introductie van onze Nederlandse partner overhevelen naar vrijdag, het filmpje wat wij van hem hebben. Maar daarentegen wil ik u zeker een kennis laten maken met de heer Romario Mamatou en mevrouw Astrita Ahai-Bersin. Welkom. Deze twee young professionals, daar zijn we heel erg trots op als Step Toe, hebben hun medewerking toegezegd enige maanden geleden om het initiatief te ondersteunen voor de oprichting van de Suriname Compliance Professional Association. En zij zullen jullie heel kort een presentatie geven waar zij voor staan. Yes, goedenavond van mijn kant. Zoals eerder is aangegeven, mijn naam is Romario Mamatou. Ik heb het voorrecht gehad samen met Astrita en Taptoe samen na te denken over het feit of hoe wij in feite de compliance vakgebied, de mensen die zich bezighouden met compliance, bij elkaar kunnen brengen. En in feite zo'n platform vormen om aan kennisverrijking te doen en in feite mensen te equipped te maken om in feite hun werk als compliance officer of iemand die zich bezighoudt binnen de organisatie met wet en regelgeving. Vanwege de tijd zal ik heel concreet aangeven waarvoor we staan, wat ons doel is en dan zal Astrita verder gaan met het aspect van lidmaatschap en zal zo kort ook ingaan over onze jaarprogramma van 2021. Zoals eerder is aangegeven, hebben wij het Suriname Compliance Professional Association opgericht. Afgekort staat het SCPA. Okay, dus naarmate de presentatie
ik bezig ben met de presentatie, zal ik gebruik maken van een afkorting. Ik heb ook gesproken met Astrita, ik keek ook naar de tijd en ik zei van, ik wil het niet op de geweten dragen dat mensen uit gehaastigheid naar huis gaan rijden. En we zien in een van de dagbladen dat er een auto in een trend is geraakt vanwege het feit dat men uit gehaastigheid naar huis is gereden. Dus we gaan u dat besparen en we gaan zo concreet mogelijk zijn. U zult zich afvragen, wat zijn de overwegingen geweest waarom wij in feite ons hebben ingezet om zo'n associatie in het leven te roepen. We hebben het van verschillende sprekers gehoord. We hadden van mevrouw Van Dijk Silas gehoord over de NRA. Hoe belangrijk het is. En de mensen, ik neem aan dat er sowieso mensen hier zo zitten die ook betrokken zijn geweest bij het verzamelen van informatie, bij het verwerken van informatie. Enkele zijn reeds vertrokken, maar ik denk dat er sowieso nog enkele hier zo zijn. En we hebben ook als burgers, wanneer ik loop op straat, dan hoor ik mensen praten over National Risk Assessment. Dus is ook in feite, de gewone burger is in feite ook bewust van wat er gaande is. En op basis daarvan hebben we gezegd van, het is heel belangrijk dat wij in feite een bijdrage moeten leveren aan het creëren van bewustzijn in awareness in Suriname aangaande compliance. En een van de belangrijke overwegingen is netwerkmogelijkheid voor compliance professionals. Daarop kom ik straks op verder terug wanneer ik over onze uiteindelijke doelstelling zal praten. We hebben een aantal doelstellingen geformuleerd. Ik zal gewoon samenvattend bezig zijn. Ten eerste zullen we functioneren als een non-profit organisatie. Die in feite bedoeld is om een bijdrage te leveren aan, op zowel op nationaal gebied als zoals op nationaal gebied, waarbij wij de private sector en de publieke sector willen ondersteunen door middel van onze leden, onze toekomstige members, die in feite actief bezig zullen zijn met de veel verschillende instanties in Suriname. Straks kom ik ook op het punt van de verschillende instanties, de verschillende partners met wie we samen zullen werken. En ik heb het ook, in het begin heb ik het ook gehad over waarvoor we in feite, waarvoor we gaan, onze uiteindelijke doel. En onze uiteindelijke doel is het feit dat wij willen dienen als een platform waar compliance professionals bij elkaar komen, hun ideeën delen. En er is ook verder aangehaald, ik denk dat het meneer Fransje dat heeft aangegeven, dat zo'n associatie niet alleen zal bestaan uit compliance professionals vanuit de bankensector, maar ook van andere sectoren. Want geloof me, er zijn veel mensen die rondlopen die met vragen zitten. Ze zitten met vragen van hoe moeten wij dit nou precies oplossen? Hoe moeten wij de verschillende regelgeving, verschillende wetten toepassen binnen onze bedrijfsprocessen? Toch? En dit is een heel goed moment of een platform waar we bij elkaar kunnen komen, met elkaar kunnen praten en in feite kennis te delen, zodat wij in feite in Suriname op een hoger niveau komen met betrekking tot het implementeren van compliance. En zoals u hebt gehoord wat onze uiteindelijke doel is, dan bent u van bewust, zijn wij ervan bewust dat we het niet alleen kunnen doen. We hebben mensen nodig met wie we samen moeten werken. En de partners die we hebben geïdentificeerd die cruciaal zijn, zijn ten eerste de Financial Intelligence Unit Suriname, dat is de FIU, waar naar de verschillende bedrijven op gezette tijden meldingen moeten doen van ongebruikelijke transacties. En dit is een heel cruciale partner voor ons, omdat zij dan ook in feite ons feedback moeten geven, dat er een terugkoppeling is van hoe het geschiet met betrekking tot de verschillende ongebruikelijke transacties. De tweede partner is de overheid. We zijn er ook van bewust dat
niets kan slagen als er geen goede public-private samenwerking is. Toch? Want op het publieke gebied worden er wet en regelgeving gemaakt. En in feite, als je goede wetten wilt maken, regelgeving wilt maken, dan heb je sowieso input nodig vanuit de private sector, maar ook van de publieke sector. De andere is de Association of Compliance Professionals Trinidad en Tobago. Trinidad heeft ook al zo'n associatie. En wij hebben natuurlijk ook Wil niet opnieuw uitgevonden. Wij hebben gekeken van, hey, hoe doen zij het? En we zijn op een gegeven moment ook in contact met een van de mensen getreden van, hey, hoe pakken jullie bepaalde zaken aan? En op termijn moeten we samen gaan werken met ze. Want we moeten ook van bewust zijn dat we geen eiland zijn. We zijn binnen CARICOM-verband ook in contact met verschillende Caribische landen. Vervolgens hebben we dat de Nederlandse Compliance Instituut. De meesten kennen dat al. Ze zijn ook al actief. En zij zullen een heel goede partner voor ons zijn. De International Florida Bankers Association, de FIBA. Zij zijn ook al een hele tijd bezig met certificeerde trainingen. En ook de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, dat is de ACAMS. De verschillende diensten die wij zullen bieden als associatie is AML en CFT gerelateerde opleidingen. Dat zijn opleidingen die in feite mensen tools geven hoe je in feite witwas- en terrorismefinanciering het risico ervan kan mitigeren. Het organiseren van compliance conferentie, dit is de eerste die we hebben georganiseerd en natuurlijk niet de laatste. En ook het belangrijkste is informatie sharing. Toch? We onderschatten het feit dat wij samenkomen als een, professionals, mensen die affiniteit hebben voor het vakgebied. En het feit dat wij op zo'n niveau informatie kunnen delen met elkaar, dat is heel cruciaal. Alvorens ik overdraag aan Astrita, wil ik dit aangeven. We hebben vanavond onszelf, wel ik zal het geen soft launch noemen, maar we hebben onszelf geïntroduceerd. En dit zal natuurlijk niet de eerste en de laatste keer dat u van ons hoort. Toch vandaar dat we u een beetje in de spanning laten, omdat u dan nog meer van ons gaat horen de komende tijd. En dat gedeelte van onze jaarplanning voor het komend jaar gaat Astrita nu presenteren en ze gaat ook even in op lidmaatschap. Ik wil u alvast bedanken en ik draag over aan Astrita. Goedenavond. Ik wil allereerst aan Taptoe aangeven, good job. Het initiatief tot een compliance conference was hoog nodig en het oprichten van een compliance association nog meer. De compliance association gaat niet alleen maar zijn voor compliance officers. Het moet gezien worden als een association, een platform voor een ieder binnen een organisatie. Het is vaker aangegeven, compliance is niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de overheid of het bedrijfsleven of de financiële sector. Maar compliance is ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de compliance officers binnen een organisatie. De gehele organisatie is daar verantwoordelijk voor. En dit platform gaat daarin helpen. Die awareness creëren van customer service tot je back office, je compliance mensen. Die awareness creëren binnen de samenleving. En uiteindelijk, hopelijk, uniforme compliance regels ontwikkelen. Met betrekking tot het lidmaatschap wil ik aangeven dat er bij de ingang formulieren zijn waar u alvast kunt aangeven als u interesse heeft om lid te worden van onze associatie. Mocht u meer informatie willen met betrekking tot organisatie-wise, moet u zich als organisatie inschrijven of als individu, kunt u contact opnemen met Taptoe. Wij zijn voorlopig via Taptoe te bereiken. En dan ga ik nu even snel door naar ons programma voor volgend jaar. Deze conferentie zal niet de laatste zijn. We zijn van plan dit een jaarlijks terugkomende conferentie te laten zijn. En dan gaan we wat meer samenwerken met Taptoe.
We willen graag roundtables organiseren. Er is behoefte aan veel meer gesprek over compliance materie, Suriname-specifieke omstandigheden, internationale trends. Er is genoeg om over te praten. En middels de roundtables willen we die behoefte voorzien. De leden die zich vanavond en de komende periode opgeven, met die leden willen we alvast in december een kleine bijeenkomst hebben. Dat wordt onze introductiebijeenkomst. En dan hopen we veel meer de gedetailleerde informatie te geven over het lidmaatschap en hoe verder. We willen ook webinars geven. Ik denk dat de mensen die zich tot nu toe hebben bezighouden met compliance bekend zijn met het concept webinars. We hebben altijd naar het buitenland gekeken voor het volgen van webinars, maar nu is er een Surinaams platform die dat ook gaat aanbieden. En dan komt er ook een Compliance Professionals Day. Dus er is genoeg materie om over te praten, er is genoeg behoefte daaraan. Ik feliciteer eigenlijk een ieder met onze associatie, want we gaan er allemaal profijt van hebben, zowel de financiële dienstverleners als de niet-financiële dienstverleners. En ik feliciteer jullie ook allemaal met deze eerste compliance-conferentie. Geniet u verder van de avond. Dank u wel. Bedankt Astrita Agaibersing en Romario Mamatou. We zijn gekomen aan het eind van deze avond. Ik wil ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage. Ieder die hier aanwezig is, mevrouw Van Dijk Silos, de heer Karel Breveld, de heer Patrick Healy namens de VSH, de heer Tersol, de heer Andrew Bazaron namens AMPS. Ik wil de dame en heer van Nieuwmond bedanken. En ook de anderen die hier aanwezig waren, wil ik hierbij bedanken. De heer Conrad Issa als vertegenwoordiger van het Surinaams bedrijfsleven en directeur van de Liquor Store, bedankt. Met dit alles zijn we nog niet gekomen aan het eind van de Nationale Compliance Conferentie 2020. Morgenochtend start al heel vroeg, 8:30. En zo gaan we door tot 8:30 in de avond. Dus 8:30 in de ochtend tot 8:30 in de avond. Zullen er diverse virtuele workshops te volgen zijn. We zijn enorm dankbaar voor de overweldigende deelname aan de virtuele workshops. We hebben zelfs nee moeten verkopen. Dit is voor ons heel illustratief van het toenemend compliance-bewustzijn in Suriname. Er zullen meer dan 225 deelnemers zijn die gedurende morgen, dat is 5 november, en vrijdag, deelnemers zijn in de workshops. We zijn daar enorm trots op. Niet alleen voor onszelf, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, Astrita zei het al, de Nationale Compliance Conferentie en de oprichting van de Suriname Compliance Professional Association is voor Suriname heel erg significant, heel erg belangrijk. Om ook richting het buitenland aan te geven, om nationaal aan te geven, om richting het buitenland aan te geven, om aan de financiële waakhonden aan te geven, mevrouw Van Dijk Silos, dat we in Suriname daadwerkelijk stappen zetten in het compliance werken, het compliance handelen. Het zijn stappen, maar tegelijkertijd tonen wij aan dat we ermee bezig zijn. Daarom wil ik u allemaal bedanken en ieder die hier aanwezig is, vanuit de private sector en vanuit de publieke sector, die zijn schouder hieronder gezet heeft. Dank u wel. Dank u wel namens het team van TEPTO. Ik wil toch bij stilstaan onze collega's Angela Suridi Krommel, de projectmanager van TEPTO, die op de achtergrond enorm aan het werken is. Mevrouw Regina Valentak, die is onze senior legal advisor. Die is enorm bezig. Jair, die achter de knoppen zit, die is op de achtergrond aanwezig voor ons. En namens Vincent Wilson en mezelf, Brigitte Wongtamsoeng, dank u wel. Dank u wel voor deze avond. Kijkers thuis, tot ziens. Tot vrijdag aanstaande
om 5:00 tijdens het Nationaal Compliance Debat. Goeiedag.